In de AWBZ's bewaakt de Inspectie voor de Volksgezondheidszorg de kwaliteit van de zorgverlening. En de staatssecretaris Van Rijn heeft aangegeven dat hij nog nadenkt over een mogelijke rol van de inspectie in de WMO. Hoe kijkt u daar eigenlijk tegenaan? Nou, dat is wel een belangrijke vraag. Kijk, laat ik vooropstellen dat ik het heel goed vind dat burgers en dat gemeentelijke overheden samen dat moeten gaan oplossen. Dus het voorstel van het Rijk om zaken over te hevelen naar gemeentes, dat onderschrijf ik, omdat in principe gemeentes ook dichter bij de burgers staan. Maar wij zullen dat dichter bij de burgers staan ook wel inhoud moeten geven. Dat gaan we doen met die gesprekken. Maar het lijkt me toch wel heel lastig als per gemeente er verschillende kwaliteitsnormen gaan ontstaan en als er ook niet een vorm van, ik wil niet zeggen toezicht, maar in de gaten houden is van hoe die kwaliteit is. Ik vind het best een lastig politiek probleem dat je door het over te heven naar gemeenten, dat mensen die dezelfde vragen en behoeftes hebben, dat die mogelijk echt anders worden ondersteund in de toekomst als je in de ene gemeente woont of in de andere. Tegelijkertijd is dat nou juist ook een soort prikkel om per gemeente het zo goed mogelijk te doen. Dus er moet wel een eigen vorm van beleid zijn, maar ik denk wel dat het goed is dat er toch gekeken wordt of het aan minimale vormen van kwaliteit voldoet en dat het Rijk daar een rol in heeft. Ja. Stel nou dat een instelling niet goed scoort op kwaliteit, u komt daarachter. Wat gaat u dan doen? Dat begint al natuurlijk met dat wij een goede inkoop moeten hebben. Hè? Dat we instellingen ook kennen. Dat we weten hoe men daar... Laat ik het zo zeggen, je kunt het heel zakelijk benaderen, maar ik denk dat in met name de maatschappelijke zorg waar we het over hebben, het sociaal domein, dat je ook kijkt als gemeente of je goede partners hebt waar je mee samenwerkt. Er is een zakelijke relatie, daar reken je op af, maar je moet elkaar wel kennen, je moet ook weten wat de behoeften zijn en je moet ook in je innovatie, in je nieuwe diensten en producten goed met elkaar samenwerken. Dat zullen we echt ook proberen. Maar als een instelling echt onder de maat presteert, als het gaat om bejegening van cliënten, om de daadwerkelijke hulp, dan zullen we daar ook heel sterk op afrekenen. En dat betekent dat die prestatiecontracten en de prijs die daarbij, daar wordt opgestuurd. Maar het begint natuurlijk dat als je, ik denk ook dat prijs niet alles is. We hebben natuurlijk hier ondanks ook weer discussies gehad over de huishoudelijke hulp. Hè, en wij hebben toch de neiging om te zeggen, zorg, dat heeft ook een menselijk gezicht. Daar moeten mensen zijn die dat aanbieden en die een relatie aangaan met de cliënt. Die moeten daar ook de tijd voor hebben, dat moet ook betaald worden. We verwachten veel van de omgeving van de cliënt, van de mantelzorgers, maar er is ook een grens aan. En als dan daar instellingen een aanbod doen in ondersteuning, dan moet dat ook op een menselijke manier gebeuren. En als dat niet gebeurt en het is alleen maar op geld en snelheid, dan zijn we fout bezig. Stemt u het kwaliteitsbeleid eigenlijk ook af met andere collega-gemeenten? Nou, we doen niet anders. Kijk, we zijn nu nog niet zo ver dat we nu, wel bij, met de bestaande inkoop doen we dat al en dat loopt ook heel goed. Ik had vanochtend dat overleg en toen kwam voor de zoveelste keer onze gewestelijke WMO-taxi voorbij rijden. En toen zei iemand van dat gaat hartstikke goed, want die worden echt met handen gedragen door de gebruikers. Maar wij stemmen heel veel af, omdat we van overtuigd zijn dat gemeenten niet alleen een bepaalde omvang nodig hebben, maar ook een zekere kwaliteit, ambtelijk, om dit soort ingewikkelde projecten van inkoop en kwaliteitscontrole ook goed te doen. Dus we zullen elkaar in de komende jaren alleen maar nodig hebben. Hoe is dat eigenlijk nu geregeld in de WMO, de kwaliteit en het toezicht daarop? De gemeenteraad is belangrijk, die BNW controleert. Dat betekent ook dat wij de raad ook altijd goed moeten informeren. De gemeenteraad stelt op voorstel van BNW de verordening vast, waar mensen recht op hebben. In de uitvoering heeft natuurlijk de uitvoerende dienst een hele belangrijke rol. En het team wat daar speelt met die keukentafelgesprekken.
En wat wij hebben als methodiek is dat we wel monitoren bij de klanten zelf, bij de burgers zelf die het betreft, hoe wat zij van de dienstverlening denken. En dat hebben we nu heel sterk ook naar onszelf toegetrokken. Dus er was een, ja, ik weet niet meer hoe dat heette, een landelijke benchmark van kwaliteit. Maar we doen dat nu helemaal zelf op basis van onze eigen mensen. Ja, en dat blijft ook zo als met de uitbreiding. We zijn daar nog niet zo lang mee bezig, maar ik ga er wel van uit. Ik denk dat wij onder onze, ook als straks de doelgroep alleen maar groter wordt, dat wij heel direct klantcontact, het is een rotwoord klant, hè, maar de klant heeft het eigenlijk voor het zeggen. En daar zullen we toch gevoelig voor moeten zijn. Ja. Staatssecretaris Van Rijn die heeft ook aangegeven dat hij met een in de WMO met een wettelijke basisnorm wil komen voor verantwoorde maatschappelijke ondersteuning. Wat vindt u daarvan, zo'n basisnorm? Wat verstaat u daaronder, een wettelijke basisnorm? Dat hij vaststelt welke onderdelen er in ieder geval landelijk geregeld moeten worden. Ja. Ja. Nou ja, misschien hebben we het dan toch weer over wat zijn de kwaliteitsnormen, hè, waaraan voldaan moet worden. Ja. Ik sluit niet uit dat dat er inderdaad moet komen, maar ik vind het wel heel interessant. We leren natuurlijk allemaal van elkaar, ook vanuit van gemeentes. Dus er ontstaat ook, denk ik, op een gegeven moment een norm. Dus als je in een proces plaatst waarin wij nu allerlei taken erbij krijgen, wij proberen dat heel zorgvuldig voor te bereiden. Dat doen we natuurlijk ook niet alleen, we stemmen ook met het Rijk af. Als het gaat om gegevensuitwisseling, ICT, er is een enorm programma nu aan het lopen om klaar te zijn als het zover is. En daarin wordt natuurlijk al een soort norm bepaald door met elkaar daarmee bezig te zijn. Ik zou dat proces eerst maar eens doorlopen om daarna te kunnen zeggen, moeten we daar dan nog een norm op vaststellen. Ja. Dus u bent eigenlijk niet zo heel voorstander van dat, dat de staatssecretaris of dat er vanuit de overheid al gelijk landelijk iets kant-en-klaars geregeld wordt? Zo zou je het niet kunnen zeggen. Ik ben erg van het proces. We zijn volop bezig om de dienstverlening die we straks naar ons toe krijgen goed te doen. Daarin moeten we, dat doen we in goed overleg met elkaar, wat mij betreft ook met het Rijk. En komt tijd, komt raad, zou ik zeggen. Dus als je nu allerlei normen al gaat opleggen, dan suggereer je dat we die normen misschien wel niet zouden kunnen halen. Oh, als je maar die norm haalt. Terwijl ik denk dat de dienstverlening door gemeenten heel goed gedaan zal kunnen worden. Dat we ons ook bewust moeten worden wat die norm dan inhoudt. Dat we daar ervaring mee moeten opdoen. En dat we dat dan ook, ik zou bijna zeggen als ondernemers, gemeentelijke ondernemers, zeggen we willen de beste kwaliteit leveren tegen een goede prijs die goed is voor de burger. En als dat niet uit de verf komt, ja, dan moet je misschien nog normen gaan stellen. En ik sluit ook nog niet uit dat ze als het ware vanzelfsprekend ontstaan. Ja, iedereen heeft op een gegeven moment wel een bepaald idee van, als ik dat mag verwachten van de overheid of van de aanbieder, dan moet het daar ook aan voldoen. Maar om dat van tevoren al nu helemaal te stellen, laat ik aan de deskundige over. Ja. Als we nu kijken naar kwaliteit in de WMO, wat vindt u dan het allerbelangrijkst? Ik zou zeggen op dit moment dat iedereen zijn verantwoordelijkheid en zijn rol neemt. En dan heb ik het over de burger die zijn vraag durft te articuleren, die regie gaat nemen over zijn, wat hij nodig heeft en hoe hij dat proces ingaat. De overheid die goede dienstverlener is, die een goede luisteraar is, die maatwerk biedt samen met de aanbieder. En dat in dat proces niet gelijk allerlei normen en waarden worden gedeponeerd, want dan wordt het weer over, moeten dat leveren. Nee, het is juist dat fijnmazige afstemmen met elkaar en dat we die rollen goed leren spelen. En dan komt daar wel een bepaalde waarde bovendrijven, denk ik, die voor de burger belangrijk is en waar we goed mee om kunnen gaan. En dan kun je dat misschien nog eens vastleggen als een soort norm, maar niet vooraf een norm stellen. Want dan gaan we weer in regels denken en het moet zus of zo. Oké, dank voor dit interview.